Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vanochtend begon op veel plaatsen de dag toch behoorlijk schitterend. Weinig bewolking, zoals nu ook boven het oosten van Nederland en in het westen van Duitsland is te zien, maar die band met bewolking die trok geleidelijk aan verder oostwaarts, waardoor het uiteindelijk overal bewolkt werd en ook is gaan regenen. Dat zien we goed wanneer ik de satellietanimatie in beweging zet. De bewolking nam dus toe. Als eerst wat sluierbewolking waar de zon nog goed doorheen kwam. Maar later, dus die band met dikkere bewolking waaruit ook wat regen viel. In de loop van de avond dan zal het weer droog gaan worden. En het gebied met opklaringen dat nu boven de Britse eilanden ligt, daar hebben we morgen mee te maken. Boven het vasteland van Engeland en Ierland, daar zien we toch wel de nodige stapelwolken. En dat zal ook bij ons morgen het geval zijn. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog, maar niet altijd zien we de zon. Vanavond dus in het oostelijke helft van het land in eerste instantie nog wat regen of motregen. Maar vanuit het westen wordt het droog en gaat het ook geleidelijk opklaren. De wind die blijft nog wel eventjes doorstaan en is meest matig van kracht, windkracht 4. Koud is het niet, met temperaturen rond een graad of 16. Vannacht, dan zijn er wat meer opklaringen, is het eindelijk overal droog. En in het noorden van het land gaat ook de wind wegvallen, waardoor daar kans is op nevel of een enkele mistbank. Elders, dan blijft het wisselen bewolkt en daar blijft de wind wel wat waaien. Meest matig, windkracht 3, soms zwak windkracht 2. En de temperatuur die daalt op de koudste plaatsen naar een graad of 10. En in het zuidoosten van het land, waar het het langst bewolkt blijft, daar wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen, dan hebben we waarschijnlijk op veel plaatsen een droge dag. De zon die is zo nu en dan te zien, maar er zijn ook stapelwolken aanwezig. Heel lokaal valt er misschien uit een wat grotere stapelwolk een spatje regen, maar dat zal op de meeste plaatsen echt niet het geval zijn. Temperaturen niet koud, met 20 tot 23 graden. En de zuidwestenwind is meest matig van kracht-windkracht 3. De komende dagen die zijn over het algemeen toch nog behoorlijk droog. Na het weekend neemt weliswaar de kans op een bui toe. Maar tot die tijd is het vaak droog. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag dan kunnen er een aantal buien vallen, net als zondag overdag in het noordoosten van het land. De temperaturen meestal rond een graad of 20. Zaterdag is het iets warmer. Op de langere termijn dan zien we de kans op zomerweer wel iets toenemen. De kans op hete dagen die wordt zelfs groter, met op langere termijn zelfs meer dan 10% kans op 30 graden. Ook zomerse warmte zien we wat meer in de verwachting terugkeren. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de koude lucht vanaf de oceaan wel op de loer blijft liggen. En dat we eigenlijk min of meer vaak op de grens zitten van warm en koud weer. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat gaan we de komende periode zien. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl